Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. Leuk dat je kijkt naar Excelsior 31 TV. In Koppen zonder Noppen blikken we met oude bekenden terug op een tijd bij Excelsior 31. In deze uitzending het vervolg van het interview met John van Pijkeren. De linksback maakte indruk in de jeugd bij Excelsior 31. Al snel viel hij op door BVO's en maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. Na 8 seizoenen gespeeld te hebben in Deventer keerde John in 2006 terug naar Excelsior 31. Wat was jouw gevoel op dat moment? Vreugde dat je terugkeert naar de Koerbelt of overheerste toch ook wel een beetje de teleurstelling dat je Go Ahead Eagles moest gaan verlaten? Dubbel. In de A-jeugd bij Go Ahead Eagles ging het eigenlijk heel erg voortvarend. En toen mocht ik onder toenmalig trainer van het tweede elftal, Kees van Kooten, regelmatig bij het tweede meedoen van Go Ahead Eagles. En uiteindelijk ging Kees van Kooten weg, kregen we een nieuwe trainer bij het tweede. Die zag het helaas niet zo in mij zitten. Werd ik van eerste keus linksback al snel vierde keus linksback. En wie was die nieuwe trainer? Ja, dat was Gerard Marsman. Oké. Okay. Ja, die zag het helaas in mijn voetballende kwaliteiten minder zitten. Als persoon heb ik hem erg hoog zitten, maar als trainer zag hij het niet zo in mij zitten. En toen volgden de berichten ook al vrij snel dat Gerrit Voortman eens langs de lijnen zou komen staan bij een wedstrijd van Go Ahead Eagles. En ik weet eigenlijk nog heel goed welke wedstrijd dat was. Dat was een wedstrijd die wij speelden in Badmen. En ik weet ook dat me dat wel een bepaalde spanning opleverde, omdat ik dacht, shit, dit is misschien echt wat ik graag wil. En even later kwamen er gesprekken met Gerrit Voortman en wist ik eigenlijk wel heel zeker dat ik dit heel graag wilde. Hoe trots was je vader dat je weer bij Excelsior kwam voetballen? Ja, ik denk enorm trots. Was hij dus ook de stimulans bij jouw terugkeer? Nou, ook daar heeft hij mij wel weer vrijgelaten in mijn keuze wat ik zou doen. Maar maar wel zo vrijgelaten dat als ik bij Go Ahead Eagles weg zou gaan, dat er maar één club zou zijn. Ja, ja, want John, we zitten weer op een bijzonder plekje hier op de Koerbelt. Ja. Achter de goal, zojuist onze plek op de tribune verlaten. En nu zitten we hier op het bankje, want je zei al, de gezondheid van je vader was broos. Ja. Maar de wil om naar de Koerbelt te gaan, die was heel, heel groot. En uiteindelijk, vanwege het feit dat hij zijn conditioneel natuurlijk behoorlijk moest inleveren, koos hij ervoor om eigenlijk bij de ingang van het hoofdveld zijn plekje te zoeken. Ja. En dat is op deze bank. Ja, ja, dat klopt. Hij heeft in het begin ook heel veel nog met zijn voetbalmaat hier op de trap gestaan. Ja, en inderdaad daar vaak daar op de tribune. En ook toch heb ik hem ook heel vaak hier op dit bankje gezien. Waarvan hij van de wedstrijd genoot. Ja. Kijk aan. Bijzonder om te horen dat iemand zo'n grote clubliefde heeft. Terwijl hij weet dat hij gewoon eigenlijk lichamelijk steeds meer moeite krijgt. Ja. Maar goed, dit was zijn grote drive om hier te zijn. Ja, absoluut, absoluut. En dat was niet alleen het kijken naar de wedstrijd, maar ook zeker de gezelligheid daaromheen. Het is ook meermaals voorgekomen dat ik het eind van de wedstrijd nog even keek, waar is mijn vader? En dan zat hij hier al niet meer. Dan zat hij al lang weer binnen lekker een biertje te drinken met zijn voetbalmaten. Oké. Okay. Ja, dus dat tekent ook zeker de gezelligheid die mijn vader heeft gehad bij Excelsior. Dus als ik het goed begrijp, dan moeten we straks nog weer even verkassen naar een ander plekje. Want ja, dat was misschien wel zijn favoriete plekje. Ja. Gaan we doen. Ja. John, na 8 jaar weer lekker voetballen bij je grote liefde. Ja. Onder Gerink Johannink krijg je gelijk een basisplaats als linksback. Ja. De plek van Erwin Leurink. Het seizoen ervoor eigenlijk. Ja. Hoe pakte dat uit in het veld? Supergoed. En ik was boven al mijn verwachtingen dat ik zo'n grote kans al kreeg. Zo snel van Gerink Johannink. Dus daar was ik ook echt wel dankbaar voor. Want ik kwam als... ik ben niet de snelste. Ik ben niet de meest fysiek sterke. Maar toch kreeg ik bij hem al heel snel een kans. En inderdaad, Erwin Leurink had het jaar daarvoor daar heel goed gedaan. Maar ja, Gerink Johannink zag ook in dat Erwin Leurink ook als linkshalf of linkscentraal in de verdediging van heel veel waarde kon zijn. En dat pakte voor mij ook enorm goed uit. Want ja, met gasten als Hubert Dijk, Nick Hoekstra en Erwin Leurink, Peter Schepping, Jan Belman om je heen. Ja, kun je ook eigenlijk niet zo heel veel fout doen. En dan is het heel lekker voetballen. Nee, want ik sprak voor dit interview zojuist Erwin Leurink nog. En die kon zich dat moment ook nog heel goed herinneren. Ja. Hij zegt inderdaad, John nam eigenlijk mijn plekje in. Ik schoof een linie op. Ja.
En ja, goed. En het contact in het veld was eigenlijk, ja, eigenlijk supergoed tussen jullie twee. Ja, zeker. Nou, ik zie het ook zeker niet alsof ik zijn plekje innam. Want ik weet ook dat als Erwin niet op linkshalf had gestaan, dat hij op linksback had gestaan en ik niet in de basis. Dus hij had zeker de voorkeur gekregen. Maar het pakte enorm goed uit. Dus we hebben inderdaad in het veld enorm goed contact gehad. En ik heb in die periode juist ook van Erwin heel veel geleerd. John, ik heb niet veel wedstrijden gemist destijds. Want ook ik was supporter en ben nog steeds supporter natuurlijk. Ja. En ik weet dat jij als speler in ieder geval twee mooie gaven had. En dat was jouw traptechniek en jouw mentaliteit. En ongetwijfeld heb je er meer. Ja. Maar die twee sprongen er voor mij altijd uit. Ja, dat klopt wel. Die traptechniek die had ik denk ik als klein jochie al wel. Maar die is bij Goat Eagles heel veel beter geworden. Omdat ik samen daar... dat is eigenlijk wel grappig. Met Bas Boksenbeeld een half uur voor de tijd voor de training het veld op ging. Om alleen maar lange ballen op elkaar te geven. Dus superleuk ook om Bas hier later weer tegen te komen. En met hem nog te voetballen. Dus daar is denk ik mijn traptechniek goed ontwikkeld. Hoekstra wacht op hulp. Krijgt dat van Pijkeren. Van Pijkeren met de prima voorzet. En als een duveltje uit het doosje Bas Boksenbeeld. En dan is het al 1-0 na exact 35 seconden spelen. Het opkomen is prima van Pijkeren. Keeper De Weert, ja, die is alles kwijt. En dus gaat de bal zo in het doel. En dan is het ook wel heel lekker als je zo'n grote spits als Erwin voorin hebt staan. Dan hoeft de bal niet precies op maat te zijn, want Erwin die is groot genoeg en sterk genoeg om dan die bal toch wel voor zich te winnen. Peter Schepping met de lange bal op John van Pijkeren. Een van de betere spelers bij Excelsior 31. Kap keurig zijn tegenstander uit en dan is het natuurlijk weer Erwin Looms. Koppert naar de grond, hij doet niets verkeerd, maar dat doet ook niet Nick Karel, want hij brengt keurig redding. John van Pijkeren met een mooie bal op Erwin Looms. Hens? Nee, geen Hens, maar de bal wordt naast getikt. Ja, welke sterke punten typeerde John van Pijkeren nog meer dan? Ik denk inderdaad mijn mentaliteit. Ik denk dat ik, omdat ik altijd... wel een van de kleinere jongens ben geweest en niet de snelste. Dat ik ook weet waar ik moet staan. Dus ik me goed weet op te stellen en goed weet te anticiperen waar de bal gaat komen. Om zo dus die manco's van niet snel zijn en niet te sterk zijn te kunnen maskeren. Niet om je een veer in de kont te steken, maar ook al speelde jij een mindere wedstrijd. En ik heb het meerdere malen herhaald. Jij speelde altijd een voldoende. Want als het even niet liep, dan was het altijd jouw inzet waarmee je dat weer compenseerde. Kortom, jij speelde nooit lager dan, om het maar even in cijfers uit te drukken, nooit lager dan een 6. Ja. Ja, hoe dan? Nou ja, die wedstrijden zijn er zeker al geweest. En ik heb er ook al eentje uit bij Alphen aan den Rijn echt heel sterk op mijn netvlies. Daar heb ik denk ik een anderhalf gespeeld. Maar ik denk inderdaad dat het gros van de wedstrijden wel een voldoende heb gehaald. Ook omdat ik bij Go Eagles heb geleerd, als je hard werkt, heb je altijd een 6. En voetballend kan het wel eens een dag niet lukken, maar hard werken kun je altijd. En dat was voor mij, denk ik, als speler zijnde wel de basis. Het hard werken werd beloond, want in 2007 werd jij speler van het jaar hier bij Excelsior 31. Ja. Ja, dat was echt een heel bijzonder moment voor mij eigenlijk. Ook heel erg onverwacht, maar ook wel heel bijzonder, omdat ik in een team met zoveel en zoveel grote en goede spelers zat. Dan dacht ik, hoe kan ik daar nou speler van het jaar in worden gekozen? Maar ik denk inderdaad omdat ik een hele constante factor wel was. En ik denk dat ik ook wel als klein jochie, toch wel eigen jeugd, ook wel een gunfactor had bij degene die de cijfers gaven. Bij sommige supporters genoot je de bijnaam Pujol. Ja, bij sommigen. Vanwaar die eer? Ja, misschien dat mijn speelstijl een klein beetje op die van Bujol leek. Dus vooral niet opgeven, hard werken en af en toe een zaag uitdelen, denk ik. En je haardos? Ja, die was ook niet missen. Die kwam heel dichtbij, hè? Ja. Wat was de feedback van je vader die je kreeg na de wedstrijd? Corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar je vader was toch volgens mij altijd eerlijk over jouw prestaties? Ja, zeker. Als het heel goed was, zei hij het. Maar als het niet goed was, zei hij het ook. Maar nooit, nooit in extreme. Het was nooit extreem enthousiast over hoe goed het was. Of extreem negatief over hoe goed het niet was. Dan was het vooral van, dit heb je niet goed gedaan. Volgende week weer beter. Ja, want ik sprak hem wel eens. En dan zei hij, als ik dan zei van, John weer goed hè. En dan keek hij me aan en dan vertrok zijn gezicht. En dan zei hij van, vond hem vandaag eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja.
Dus ja, weet je, het was niet de vader die altijd maar zijn zoon de hand boven het hoofd hield. En nee, ook wel eens even lekker ja, jou daarin kon pushen. Nee, zeker niet. Ik denk dat mijn vader ook wat dat betreft wel kritisch was. En ook al vaak of eerder zag wat er niet goed ging. Of waar ik een foutje had gemaakt. Dan als ik een mooie paas had gegeven. Ja. Die zag hij ook zeker wel. Maar die benoemde hij denk ik minder. Hier is de aanvalsgolf in elk geval van Excelsior. Nick Hoekstra. Ziet dan John van Pijkeren, Sander ter Harmsel. En de eerste mogelijkheid is dus voor de bezoekers uit Rijssen. Terwijl de periode dat je bij Excelsior voetbalde. En dat is een bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles hier thuis. Wat kun je een kans John van Pijkeren zich nog herinneren? Ja, je moet eerlijk bekennen, niet extreem veel. Volgens mij hebben we die wedstrijd goed tegenstand kunnen bieden wel tegen mijn oude club. En was het ook wel bijzonder om tegen mijn oude club te spelen. We hebben uiteindelijk 1-0 verloren. Wat ik me daarvan nog wel kan herinneren, dat ik volgens mij tegen Geoffrey Kneijnenburg speelde. Waar ik in mijn tijd bij Go Ahead Eagles ook wel eens tegen mocht trainen toen hij al bij het eerste zat. Ja, en die was pijlsnel. Dus ik vond het een enorm spannende wedstrijd. Want hij had met zijn snelheid heel veel wat ik niet had. Maar volgens mij nogmaals goed tegenstand geboden. Meen ik mij te herinneren dat Erwin Loom zelfs nog scoorde, maar dat hij afgekeurd werd. Go Ahead Eagles bracht zichzelf in de problemen door dramatisch te beginnen tegen het Rijssense Excelsior 31. Go Ahead komt wel op voorsprong via een goal van Diego Jongen. Go Ahead speelde dus dramatisch en Excelsior was net niet goed genoeg om Go Ahead het ontzettend lastig te maken. Ploeg uit Rijssen kreeg weinig kansen. De beste kans in de tweede helft was ook voor Go Ahead Eagles. Kneijnenberg met zijn schot tegen de lat. En zo bekert Go Ahead Eagles verder, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja, goed, daar eindigt dan voor ons een bekeravontuur, maar waren we wel denk ik trots op de prestatie. Naast de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles beleefde John veel meer mooie momenten in de hoofdmacht. Daar volgende week meer over. Heel graag tot dan. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel.